Hallo, ik ben Annelies van Blabloem en in dit filmpje vertel ik jullie graag wat meer over de nieuwste draagzak van Babylonia, de Babylonia Flexia. De Flexia is een vrij unieke draagzak in zijn soort, omdat hij bestaat uit 3 verschillende rugbanden. Het eerste rugband, dat is wat ik nu aan heb, kan je gebruiken vanaf de geboorte totdat je kindje 3 maanden is ongeveer. Het volgende rugband, dat je gebruikt bij je kindje vanaf 3 tot 10 maanden ongeveer. En dan het laatste rugband, dat is vanaf 10 maanden totdat je kindje 3-4 jaar is of kledingmaat 98 heeft. De eerste keer is hij een klein beetje zoeken en een beetje afstellen van welke rugband moet ik nu juist gebruiken. Maar de volgende keer ben je daar heel snel mee weg. Hè? Ik zal jullie eventjes tonen hoe je de draagzak precies aandoet. Zo, als je de draagzak voor de eerste keer gaat aandoen, dan begin je steeds bij de heupband. Hè. Je ziet meteen de heupband, die bestaat zo uit een heel fijn mesh stof. Dat voelt heel comfortabel aan. Die gaan we rond de heup brengen en we gaan hem vastklikken. Hè. En hier is een extra veiligheidsslotje dat hij zeker goed toezit. En we gaan hem goed op maat maken. Naar achter draaien als dat klaar is. En dan moet ik het juiste rugband gaan kiezen. Ik heb jullie juist al verteld dat we werkten met 3 verschillende rugbanden. Nu mijn draagpop die ik er zelfs bij ga nemen, is eentje van een maand oud. Dus ik moet starten met het kleinste rugband. Zo, ik neem er eventjes het kleinste rugband bij. Onderaan in die rugbanden zie je ook telkens een leeftijd staan. Dus dat is wel gemakkelijk ook om te weten welke je moet kiezen. We ritsen dat hierin vast. Zo. Hier zitten ook knopjes aan. Die gaan we goed toedoen. En aan deze kant ook. Voilà, en dan neem ik er de schouderbanden bij. En de schouderbanden die maak ik hier van bovenaan vast. Voilà, ook weer hier knopjes dicht doen. Zo heb ik de schouderbanden eraan vastgemaakt. En langs de zijkant knippen we de draagzak ook vast. Aan deze kant en aan de andere kant ook. Zo, ik neem er mijn draagpop eventjes bij. Je zorgt ervoor dat je kindje mooi in het midden op de band zit en dat je het steeds goed ondersteunt. Met één hand houd je je kindje vast, met de andere hand breng je het rugvlak naar boven. Je houdt steeds je kindje goed vast en dan breng je de schouderbanden rond je schouders. Zo, voilà. Van achter aan mijn schouders zit nog een gespje. Ik zal mij eventjes omdraaien. Dat moeten we ook vastklikken. Door met 2 handen naar achter te gaan, kan je daar heel gemakkelijk aan en dan kan je dat toeknippen. Ook langs de zijkant zie je dat dat nog vrij los zit en dat kan je ook heel gemakkelijk aanspannen. En de andere kant ook. Door met die banden naar voren te trekken, maak je die mooi op maat. Let ook steeds goed op de positie van je heupband. Mijn draagpop is vrij klein, dus ik heb die heupband een beetje hoger gedaan. Als je kindje groter is, mag de heupband altijd wat lager. Het hoofdje moet hier steeds mooi op je borst zitten, mooi op kusjeshoogte. Dus dan weet je dat je kindje goed zit. Je ziet dat voor mij die draagzak, dat gespje hier bijna op maximum zit. Wat ook gemakkelijk zou zijn, is als ik die schouderbanden ga kruisen op mijn rug. Dan is het gewicht mooier verdeeld aan de schouders. Ik zal jullie eventjes tonen hoe ik dat doe. We maken hier de schouderbanden los. Zo. En met de andere hand houden we gewoon het kindje goed vast. Dan gaan mijn armen naar achter. Met één hand hou ik het kindje vast, met de andere hand ga ik naar achter. Ik neem het goed vast en dan ga ik met deze hand ook naar achter.
kruis van achteren banden en dan kom ik terug naar voren en dan klik ik de gespjes vast langs de zijkant. Voilà, ik ga die hier vastklikken. Langs de andere kant ook. En dan ook weer aanspannen, hè, dat die draagzak mooi op maat zit. Zo, nu heb ik die schouderbanden op mijn rug gekruist. En dat zorgt ervoor dat het gewicht veel mooier verspreid is over mijn rug en over mijn schouders. Ik zal me eventjes omdraaien, dan kan je eens meekijken. Voilà, dat maakt het voor mezelf veel comfortabeler om te dragen. Verder heb je hier bovenaan ook nog bandjes. Die kan je mooi ook op maat maken. Kijk dat je kindje zeker goed ondersteund wordt hier ter hoogte van de nek. Hier zit ook nog een zonnekapje onderin. Dat kan je er ook onderuit halen. En dan kan je eventueel vastmaken aan die bandjes hierboven. Die bovendien ook nog heel mooi verstelbaar zijn in hoogte. Zo pit je dat eraan vast. Voilà, ik ga die eventjes terug wegsteken. Zo. Ik vat nog graag eventjes voor jullie samen. Dit is de draagzak van Babylonia, de Babylonia Flexia. Je kan hem gebruiken vanaf de geboorte totdat je kindje 3-4 jaar is, doordat je werkt met verschillende maten van rugbanden. Je kan ermee buik dragen, je kan ermee heup dragen, maar je kan er ook mee rug dragen. Bovendien zijn alle bandjes heel mooi verstelbaar en past hij steeds heel mooi aan op maat. Hij is ook gemaakt van organisch katoen en dat vinden we bij Blabloem toch een enorme meerwaarde. Kortom, wij zijn fan. Veel succes ermee! Blabloem!